Dat is inderdaad mooi zeg, zo'n heerlijke gevulde kerk. Ik, uh, ik, ik kwam al dicht bij mijn, uh, nou ja, uh, rillingen eigenlijk toen we samen die eerste lofliederen inzetten. De vorige keer waren we hier eigenlijk alleen maar met medewerkers en een camera en zat u waarschijnlijk thuis. En uh, Bianca herinnerde mij net nog aan die preek met, het, uh, met de draadjes om je pols. En, uh, maar nu zitten we hier en zijn we uh, nou met veel meer mensen en uh, gelukkig zijn we ook nog verbonden met jou, met u als je thuis zit te kijken. Wat mooi om hier samen te zijn. Timon die, uh, die benaderde mij met de vraag van zou jij de eerste preek willen doen in de serie Bouwen in een verscheurde wereld? Nou dat is een, uh, een thema wat mij aan mijn hart gaat. Een verscheurde wereld, bouwen aan een verscheurde wereld. En het was toen nog lang geleden en toen zei hij, van joh, zou je dan Nehemia 1 voor je rekening willen nemen? Um, nou, want dat is een prachtige opmaat voor de komende weken, als we na willen denken, aan de hand van de profeten, Nehe of tenminste de boeken Nehemia, Ezra, Haggai, over bouwen in een verscheurde wereld. Nou, dat sprak me aan en ik wil, dat wilde ik graag. En ik ben er die boeken ingedoken en ik heb gelezen en eigenlijk, nou dan... In mijn preken, voorbereiding gaat het een beetje zo, dan, dan wisselen euforie en crisis zich af. Aan de ene kant dan, dan, dan zie ik dingetjes en denk ik, oh wat mooi, wat gaaf. En dan word ik er zelf geraakt en opgebouwd en dan, dan wil ik delen. En dan denk ik, ik heb maar een half uur. Maar, en aan de andere kant denk ik, maar, maar, maar wat ga ik nou eigenlijk zeggen? Hoe, hoe kom ik nou eigenlijk tot een preek? En, en dan denk ik, oh waarom doe ik dit eigenlijk? Ik, ik stop er gewoon mee. Ik, ik doe, dan vind ik het heel spannend om, om het podium op te mogen gaan. En dan ook van Heer, wat wilt u zeggen? Ook nog eens die, die verantwoordelijkheid erbij. En ik weet dat ik nou, veel had uh, bestudeerd in dat eerste hoofdstuk en er zit eigenlijk te veel in. En, en dat ik God vroeg van Heer, wilt u mij een verhaal geven wat de richting van wat u wil zeggen aangeeft? Het is altijd fijn om met een verhaal te beginnen. En diezelfde ochtend kreeg ik echt, nou ja, eigenlijk op een presenteerplaatje het volgende verhaal. En uh, dat wil ik graag met jullie delen. En ik geloof dat dat de richting is uh, nou ja, van wat ik jullie vanmorgen mag delen. En dat is een verhaal wat zich afspeelde in 1940. En dat, dat gaat over Dr. Orr, en dat was een, uh, een bekendheid als het ging om revivals. Hij was een autoriteit, hij wist heel veel van opwekking en revivals. En daar gaf hij ook les aan aan de Withan University in Londen. En uh, toen zij uh, daar met, een, met, met hun studenten nadachten over opwekking, uh, toen was een van de onderdelen van die lessenserie, was ook bezoeken aan de plekken die een grote rol hadden gespeeld in de opwekkingen in de afgelopen de honderden jaren. En als onderdeel van deze tocht uh, gingen zij ook langs het huis van John Wesley. John Wesley, een van de grote hervormers, een van de grote predikers uit de 18e eeuw. En uh, nou ja, zij gingen daar thuis. En voor die studenten was dat natuurlijk, na al die droge stof, was dat natuurlijk een, een prachtig uitje. Maar ook wel een soort mystieke ervaring om op die plek te zijn. Ik weet niet of je wel eens in Israël geweest bent. Maar ik denk voor deze studenten was, was dit als het ware even zo'n zo moment dat je die mystieke ervaringen van hier heeft hij geleefd. En met elkaar uh, stapten ze in de bus en kwamen ze bij het huis van John Wesley. En stapten ze daaruit en, en trokken ze dat huis in. En, en, en mochten ze eerst even in die keuken waar John Wesley zijn broodjes heeft gesmeerd. En waar hij s morgens zijn ontbijtje nam. En, en waar hij weer thuis kwam om, om daar even rond te lopen. En natuurlijk werd het al wat gewaaider toen ze kwamen in zijn studeerkamer. Waar de, de boeken waar John Wesley in gestudeerd had uh, en aantekeningen aan gemaakt dat nog open lagen of, of klaar stonden. En natuurlijk hebben, hebben ze, tenminste dat zou ik gedaan, hebben hun handen even op die boeken gelegd en aangeraakt wat de ander ook aan had geraakt. Gewoon om even dichtbij te zijn bij, bij zo'n wonderlijke geschiedenis waar je hard door aangeraakt is. En als laatste onderdeel gingen ze ook naar de slaapkamer van John Wesley, waar ook zijn gebedsplek was. En toen zij daar door die slaapkamer om het bed heen liepen, zagen zij twee indrukken. In de vloer, twee kleine keltjes. En dokter Oor vertelde: dat is de plek waar John Wesley elke ochtend bad. Hij bad niet voor een paar minuten, hij bad geen kwartier, maar hij bad elke ochtend voor urenlang. Of God een opwekking wilde geven in Engeland, in Amerika. En hij heeft de afdrukken van zijn knieën achtergelaten op de vloer. Nou, dat, dat, dat was natuurlijk een soort gewijde plek, dat je, dat je iets voelde van het geheim. John Wesley heeft ooit gezegd: God does nothing but with prayer and everything with it. God does nothing without prayer and everything with it. En terwijl ze daarover na zaten te denken, liepen ze ook weer terug naar de bus. En, en toen ze de bus weer inliepen, telde dokter Oor even of alle studenten daar waren. Maar hij miste er één. En nou, hij keek nog even rond, maar die student was niet aanwezig. En daarom trok dokter Oor het huis van John Wesley weer binnen en, en liep de keuken in, de studeerkamer. En toen kwam hij op de slaapkamer en toen zag hij het silhouet van zijn student. Die had zijn knieën in de knee holes, in de afdrukken van John Wesley gelegd. En dokter Oor kwam binnen en hij was nog net getuige van het moment dat hij deze student hoorde bidden. Lord. Will you do it again? Please, Lord. Will you do it again? And will you do it again with me? Ik heb het verhaal in de afgelopen Will you do it again with me? En dokter Orr stapte op de student af en zei, Billy, het is echt tijd om te vertrekken. En de 21-jarige Billy Graham liep met hem mee en ging met mij terug naar de bus. En de Heer heeft het opnieuw gedaan en hij heeft gebruik gemaakt van deze jongen. Lord, will you do it again? Will you do it again, Lord? And will you do it again with me? Was het gebed waarvoor hij zijn knieën legde in de afdrukken van de knieën van John Wesley. En dat verhaal raakt me elke keer dat ik het weer vertel in de afgelopen tijd. Ik weet niet zo goed waarom. Misschien komt het heel dichtbij een proces van mijzelf. Van een diep verlangen. Heere, ik, ik wil op die plek zijn waar U me wil hebben. Ik wil dat doen, Heer, wat, wat U wil dat ik doe. En misschien is het ook wel een spiegel. Ben ik een bidder? Ben ik een bidder? En vroeg ik me af, wat zou ik eigenlijk bidden als ik de Heer zou vragen: Lord, will you do it again? Wat zou ik eigenlijk vragen? Heer, nog een keer. Ken ik Gods daden? Weet ik wat Hij gedaan heeft om Hem als het ware met een voorstellingsvermogen op basis van wat God kan te kijken naar de toekomst van deze kerk, te kijken naar de toekomst van de stad, te kijken naar de toekomst van het land en te vragen om te bidden en te smeken van, Vader, wilt u het nog een keer doen? En gaat me mijn gebed zo aan het hart dat ik kniel neer en, en dat ik zeg tegen de Heer, Heer, wilt u het doen met mij? 2500 jaar eerder was er nog iemand die dit gebed bad. Lord, will you do it again? In zijn tijd, op zijn manier en in zijn verscheurde wereld. Bad hij. Lord, will you do it again? In Hemia 1, dat is de eerste tekst die we met elkaar lezen, staat dit. En we lezen straks verder het hele hoofdstuk door. Maar Hemia bidt hier. De Israëlieten, heer, zijn uw dienaren. Zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en door uw sterke hand bevrijd. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. Nehemia die kijkt terug en die wist, midden in een verscheurde wereld, waar het een hopeloze situatie was, waar wij in slavernij leefden, Heer daar heeft u door uw grote macht en uw sterke hand uw volk uitgeleid. Voor u was, was, was niets. Hopeloos, u zag een weg en u baande een weg door een zee, door een woestijn en door een volk van Egypte. Heer, wilt u dat opnieuw doen? Nu mijn stad verscheurd ligt in Jeruzalem, en wilt u dat doen met mij? Laat mij toch slagen, Heer. Nou, goed om even naar Nehemia te kijken. Wie was hij? Wat deed hij? En om daar een beetje in te komen lezen we een stuk van dit hoofdstuk en het eerste hoofdstuk 11 verzen daarvan is 5 tot en met 11 is een gebed. En dat gebed dat zullen we ook verder bestuderen, maar eerst even daaromheen. De, de versen verzen 1 tot en met 4 lezen we uit Nehemia 1. Verslag van Nehemia, de zoon van Gegalja. In de maand Kisleu... Een beetje decembermaand. In het twintigste jaar, toen ik mij in de burg van Susa bevond. kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hen hoe het de Joden verging. Die waren overgebleven. en die de ballingschap hadden overleefd. En ik en informeerde hen naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit: Het gaat heel slecht. met de mensen die de ballingschap hebben overleefd. en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik dit woord hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik waste en riep de God van de hemel aan. En aan het eind van het hoofdstuk zegt hij, in die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Nou, juist die laatste zin is goed om Eva te bekijken. Ik was schenker aan het hof van de koning. De Hartier Saka, de, 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 de hoog, uh, de, de volmachtigde van de koning. Hij had een zeer goede job. Vroeger dacht ik een beetje schenken, oh, dat is, dat is misschien een beetje een, nou ja, het zit misschien wel tegen een slavenbaan aan. Je, 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 je schenkt de wijn van de koning en je moet het zelf proberen, zodat de koning niet vergiftigd wordt. Maar wat, wat me duidelijk werd door het boek van Nehemia heen is de, dat Nehemia een zeer hoge positie had aan Susa. In, de, in het hof van Susa, nu onder koning Artaxerxes. En ik weet niet waar jij de burg de berg Susan, Susan of Susa van kent. Maar dat komt meerdere keren terug. Daar is Daniel die bij koning Darius zijn, vis, eh, zijn visioenen krijgt. En daar zal, vindt ook plaats de geschiedenis van Esther. Die met Aas Veros daar de, de moedige stap neemt. En het volk van Israël redt van de uitroeiing. De burg Susa was... Hij was jarenlang de winterresidentie van de machthebbers uit die tijd. Dat was echt een schitterende plek. Dat was de plek waar je wilde zijn. In ieder geval waar het gebeurde. Wat, wat, daar waar de pracht en de praal, uh, de, de mooie en de slimme mensen, de rijkdom, daar was het. En de Hemia die had zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot de hoogste positie onder de koning. Hij was vertrouweling van Artaxerxes. En dat weten we ook verder uit het boek van Nehemia. Nehemia had beleggingen, die was financieel zeer rijk. Als hij later in het volk van Israël is, dan, ze, dan duidt hij daar iets op. En dan wil hij even zeggen: van, Jongens, ik heb geen vergoeding gevraagd, ook al zal ik dat heel goed doen. Want hij zegt: En bij die Jood, wat de Joden betreft, thuis, terwijl zij aan het bouwen waren, had ik steeds 150 bestuurders aan tafel. Plus degenen die uit de omringende volken naar ons toe waren gekomen. Dus zo'n 250 man. En dagelijks werden er op mijn kosten van alles bereid: runderen, zes van de mooiste schapen, um, gevogelten. En om de tien dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden komen. Dat was een man die heel veel had. Hij was rijk. Hij had een prachtige positie. Daar in het Hof van Artaxerxes. En hij was niet geboren in Israël. Hij was geboren in ballingschap. Hij had dat nooit gekend. Die oude tijden van het volk van Israël. En eigenlijk ja, ontbrak het hem aan niets. Hij en zijn nakomelingen ja, zouden, gingen een prachtige toekomst tegemoet. En tegelijkertijd was die burg van Suzanne misschien ook wel een gouden kooi geworden. Want het was hem geleerd. Jij bent deel van een ander koninkrijk, neem je. Zijn vader, Gegalja... Die had zijn naam gekregen van zijn grootouders. En Gigalja was. Wacht op Yahweh. Wacht op Yahweh. Waar je nu bent, daar horen wij niet. Wacht op Yahweh. En toen had de vader van, Gagalia, van Nehemia, had Nehemia de naam Nehemia gegeven. Ze hadden er samen over gepraat, misschien wel, vader, moeder, wat zullen we de naam nemen? En zoals, zoals nou, Seb de mooie naam Rafael heeft meegekregen vanuit een verlangen en een beleidenis, zo kreeg Nehemia zijn naam. En dat betekent vertrooster des Heeren. Er bleef een lijn lopen, hij werd opgevoed met het idee, je bent niet van hier. Deze gouden kooi is niet het koninkrijk waar jij toe behoort. En ook al had hij het ongelooflijk naar zijn zin. En, en was dat een prachtige plek om te zijn. Want vertrouweling van de koning, dat word je niet als je je daar niet voor, voor inzet. En daar helemaal voor gaat. Er was een topconcurrentie daar. Dus Nehemia had de kwaliteiten, maar had ook de houding. Dat is de plek die ik wil innemen in dit koninkrijk. Maar diep van binnen wist hij, ik hoor niet in dat koninkrijk. En dan zijn er een aantal jaar geleden is er een grote groep teruggegaan naar Jeruzalem. Ezra, de profeet Ezra, die ging samen met een heel aantal mensen terug om het geestelijke leven weer in ere te herstellen. Nehemia is toen niet meegegaan. Ik weet niet waarom niet. Was het omdat hij dacht van ja, ik weet niet wat ik daar aantref. Een land dat zo lang verlaten is, waar alles nog moet opgebouwd worden. Waar begin ik aan? Ik heb hier de top bereikt. Ik heb het zo ongelooflijk goed. Ik blijf hier. Niet iedere jood wilde terug naar Israël. Die dachten, bekijk het maar, we hebben het niet hartstikke goed. Wat zouden we doen? Daar, ja, we mogen ook hier onze God aanbidden. Het wordt me niet onmogelijk gemaakt. Wij blijven hier, want we hebben hier onze huis, we hebben hier onze gezinnen, we hebben hier onze vrienden. Ja, die Babyloniërs, die moeten toch ook horen van de God van Israël? En ze bleven in Babel. Ze mochten terug. De Babyloniërs, die hadden de, de, de politieke strategie om hun volk terug te brengen of om mee te nemen in ballingschap. En daar kregen ze betrekkelijke vrijheid, mochten ze hun huizen bouwen, hun religie beleven. Maar wel moesten ze in het land in ballingschap leven. Maar de persen die nu aan de macht waren, die hadden een andere politiek. Van de persen van zegt, mochten ze terugtrekken. Mochten ze terug naar het land van Israël en herbouwen wat verbroken was. Maar Nehemia was nog niet teruggegaan. Hij was aan het hof. Maar misschien groeide er iets wel van onrust. Hij kende de God en hij wist, dit is niet waar ik voor bedoeld ben. En toen kwam zijn broer, Ganani, die wel was gegaan, jaren terug. Ganani was wel naar Israël gegaan en die, die wist hoe het daar was. En die kwam terug en die kwam aan bij dat prachtige hof van Nehemia. En, en Nehemia ontvangt hem en die zegt, gast, hoe is het? Vertel, hoe, hoe is het met al die, al die broers en zussen? Hoe is dat met het koninkrijk? En toen vertelde die Ganani. En, die wond er geen doekjes op. Die zeg je, het is, het is slecht. Het is bagger. Gewoon, we, we zijn het mikpunt van spot. Er de, 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 zitten bressen in de muren en de poorten hangen verbrand in hun hengsels. Het, het gaat nergens over. Het, het is echt slecht. En op een of andere manier breekt dat het hart van Nehemia. En het zet zijn leven op de kop. Hij valt neer, hij moet huilen en hij blijft dagenlang bidden en vasten. En het is zelfs zo dat het pas honderd dagen later dat koning Artaxerxes aan hem ziet dat er wat aan de hand is. Honderd dagen lang bidt en vast Nehemia. In één keer is daar die doorbraak. Het lijkt wel alsof in één keer het echte DNA van Nehemia bloot komt te liggen, alsof God door dit bericht het stof van zijn hart afblaast. En dat Nehemia zegt, ja, hier ben ik voor bedoeld. Dit is, dit is waarvoor ik geroepen ben. En Nehemia beweegt zich van een gouden kooi, van leven in een gouden kooi, naar leven voor het Koninkrijk van God. En ergens zal God ons in, in, in ons allemaal die beweging willen bewerkstelligen. Ik weet niet wat jouw gouden kooi is. In de afgelopen dagen heb ik met verschillende ondernemers en directeuren van grotere bedrijven gesproken in verband met mijn studie. En ergens voelde je dat ze geroepen waren voor het goede, dat ze zo graag waardevol werk wilden leveren. Maar dat de aandeelhouders bepaalden dat het zo moest, dat het eigenlijk alleen maar om het geld ging. En dat aan het eind van de streep ging het gewoon, wat is er omgezet en wat niet. En je voelde dat ze op een, op een prachtige plek waar ze zaten, ook in een soort gouden kooi zaten en niet konden doen wat hun hart zo graag wilde. Voor heel veel mensen is het werk in een bedrijf een topfunctie, een goede baan, waarmee je, je hypotheek kunt betalen en waarmee je een netwerk om je heen verzamelt, is als een gouden kooi. En je hebt je best gedaan, je hebt je ervoor uitgestrekt hebt op een goede manier ben je daar terecht gekomen. En het is ook niet dat je daar niet mag zijn, maar je voelt ergens, ik ben bedoeld voor een ander koninkrijk. Nehemia neemt op een waardige, moedige manier een positie in en in een heidens koninkrijk. En God heeft dat gezegend. God heeft, heeft hem doen kennismaken met het koninkrijk wat hem behoort. En er komt zo'n breekmoment. Dat hij zegt dat hij geraakt wordt door het koninkrijk van God. En dat hij zegt, heer, ik ben beschikbaar voor uw koninkrijk. Maar dat is een mega moeilijke stap. En voor sommigen is dat hun werk, voor anderen is dat een vriendengroep. Een vriendengroep waar je echt veel lol aan beleeft. Waar je, gewoon, waar, waar je het prima kan vinden en waar je mag zijn wie jij bent. Supercool. Maar je voelt dat je vriendengroep je meeneemt. Een weg op dat je voelt van hé, hey, dit is een, de richting op. Dit is het koninkrijk. Die, die, hier ben ik niet voor bedoeld. En tegelijkertijd is het bijna een onmogelijke keuze om eruit te stappen. Om, wat heb je anders? Met wie moet je dan optrekken? Je kunt eigenlijk niet verder en je beweegt je mee en je doet het goed in die groep. En je hebt veel lol en je bent er een onderdeel van. En tegelijkertijd voelt het ook weer een beetje als een gouden kooi. Waardoor je niet uit kan stappen om echt vol te leven voor het Koninkrijk van God. Ik weet niet wat jouw gouden kooi is. Maar het mooie aan deze geschiedenis vind ik, dat is geen verloren tijd, je gouden kooi. Want Nehemia die maakt in die gouden kooi wel kennis met zijn echte bestemming. Een diep verlangen groeit in hem. Hij weet het, hij kent Gods woord. Hij kent Gods geboden en beloften. Dat zullen we straks ook zien. En ergens is hij er klaar voor om te zeggen: Heer, roept u me maar, roept u me maar. En als u roept, en dat doet God. En dan wordt het stof van zijn hart afgeblazen. En ineens is hij daar, is hij klaar voor een, een leidersrol voor het volk van Israël. Maar het had ook een andere kant op gekund. Als je geconfronteerd wordt met verscheurdheid dichtbij, ver weg. Als je voelt, dit gaat niet goed, dan kun je twee keuzes maken. Met een why, met een diepe waarom, kun je ook kiezen voor afstand. Zeggen, dit wil ik niet. Dit kost me alles. Dit kan ik gewoon niet. Ik, ik ga niet die weg op. Ik blijf doen wat ik doe. Mijn gouden kooi. Nehemia, die komt van zijn diepe why. En dat is zo'n uitspraak. Hè? Je hebt mensen die zien wat er aan de hand is en die zeggen, waarom? Je hebt ook mensen die zien wat er zou kunnen gebeuren en die zeggen, waarom niet? En Nehemia Hemia die, die beweegt van dat diepe why naar why not. Hoe kan een Hemia van, van het leven in een gouden kooi groeien naar een leven voor Gods Koninkrijk? Hoe kan hij van verdriet naar een plan toe bewegen? Nou, dat, 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 dat leren we een beetje kennen in dat gebed wat we van Nehemia zien. We gaan samen dat gebed eens bestuderen. En samen willen we bestuderen hoe kan de hoe kan jij van je why naar je why not bewegen? Hoe kan ik dat als ik geraakt word door de verscheurdheid van deze wereld, hoe kan ik dan die, vanuit die verscheurdheid naar het verlangen komen om te gaan bouwen? Nou, we lezen eh, dat gebed door en dan wil ik een paar punten uithalen. Honderd dagen bad hij en vaste hij. En in die honderd dagen was dat gebed en was die periode een soort voedingsbodem voor een plan, voor een visie. En het eerste gebed is vers 5. God van de hemel. Machtige en ontzagwekkende God, u die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Daar begint hij mee. Dat vind ik zo mooi. De gebrokenheid waar Nehemia mee te maken heeft, de moeilijke omstandigheden, het verscheuren van zijn leven, van zijn volk, dat bepaalt niet hoe hij God ziet. Maar wat hij gelooft over God, dat bepaalt hoe hij die gebrokenheid ziet. En dat is een belangrijk verschil. Je kunt vanuit de why, vanuit het gebroken, vanuit het verscheurd zijn van gemeente zijn, van mogelijkheden van deze wereld, kun je naar God gaan kijken en, en dan conclusies over Hem gaan trekken. Nehemia die draait het om. Die kijkt naar God. En die gelooft over God en die beleidt over God. Heere, u bent de Almachtige, u bent de God van de hemel. En vanuit wat Hij over God gelooft, bekijkt Hij de gebrokenheid en de verscheurdheid. En dat is een heel groot verschil. Wat, waar begint het bij jou? Wat, 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 staat, wat staat er vooral in jouw plek? Is dat de God van de hemel of is dat de verscheurdheid van de aarde? En ik geloof dat de verscheurdheid van de aarde, daar mag je naar kijken nadat je God, de God van de hemel hebt aangekeken. Het is zo belangrijk om een plek te blijven zoeken, juist als je geconfronteerd wordt met verscheurdheid. Dat je een plek blijft zoeken waarin je het gezicht van de Almachtige, de God van de hemel, blijft aankijken. Heb jij die plek genoeg? Zorg ervoor dat je die God van de hemel in zijn ogen blijft aankijken. En of je nou 16 bent, of 21 of 35, dat maakt niet uit. Juist leer die God van de hemel kennen. Voordat je, je geconfronteerd wordt met die diepe why. Zodat je met die why naar die God kan toekeren. En zeggen: Heere, wat ik zie, dat er, dat, ik raak er volledig van in verwarring. Maar u bent de Almachtige. U bent de God van de hemel. En dat is het, start, het startpunt waarvan uit ik ga denken. En dan gaat hij verder en dan zegt hij. In, de, in, het, in het gebed. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, de voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, heeft gegeven. Denk toch dat het aan u Mozes heeft voorgehouden en beloofd. Als jullie ontrouw zijn, dan zal ik jullie onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie je verbannen zijn, naar het einde van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen. Om zijn naam te laten wonen. Nehemia die heeft een prachtige balans in zijn gebed. Ja, hij weet de belofte van God. Hij weet dat God hen weer zal terugbrengen. Maar hij kent ook de geboden van God. Nehemia zoekt niet alleen wat hem, wat hem ruimte geeft in het woord van God. Maar hij zoekt ook wat, wat hem richting geeft namens God. Nehemia kent niet alleen de belofte van God. Maar kent ook zijn geboden. En juist, juist daar vindt hij richting, tussen die geboden en die beloften. Want het is niet zo dat, dat God die ruimte kan geven zonder die geboden. Want die geboden die waren erop gericht om het volk van God te laten leven en niet om hen onder druk te zetten. En daarom is het zo goed dat je de God van de hemel kent zoals hij is. In heel dit gebed daar zie je dat, dat niet het leven van Nehemia centraal staat, maar de God van Nehemia staat centraal. En, en hoe zit dat met jouw gebed? Hoe ziet jouw gebedsleven eruit als je bidt? Wat staat er dan centraal? Is het dan jouw leven waar God zich bij moet voegen? Of is het dan God waar jouw leven zich bij gaat voegen? Nehemia geeft ons een prachtig voorbeeld. Begin in je gebed met God zelf, met zijn belofte en zijn geboden. En voeg je daarnaar. Voeg jouw leven daarnaar in plaats van dat je God probeert te voegen naar jouw leven. Want dan, dat lukt niet. Daar past God niet in. Dat, dat gaat kraken. En dan moet je beeld van God wel kleiner worden om te passen in jouw wereld. Laat jouw wereld groter worden om te passen in Zijn wereld. Dat is Gods plan. Wat zegt jouw gebed over wat er centraal staat? Staat jouw leven centraal? Gaat het over jouw wensen, jouw zorgen, jouw angsten? Dat mag. Dat mag als God zelf maar centraal staat, of gaat God centraal staan. Spurgeon zei: in dit hele gebed, dat deed me ook denken aan wat Jezus zei. Wat je bidt in mijn naam, ik zal het je geven. En Spurgeon zei, Spurgeon zei daarover. Ik mag de naam van mijn Heer alleen gebruiken voor gebeden die hij zelf zou bidden als hij in mijn geval verkeerde. Ik mag de naam van de Heer alleen gebruiken voor gebeden die Hij zou bidden op momenten en op de plek waar ik zou zijn. Om te bidden moet je God kennen. Dat is met een open Bijbel. Op die gebedsplek van John Wesley lag de Bijbel open. Daar boog hij zich over. Daar was hij voor geknield. Dat vulde hem. Niet zijn verlangen, want Gods verlangen is echt groter voor deze wereld dan jouw verlangen. Echt. Zijn liefde voor Dordrecht is echt gepassioneerder en bereid tot meer offers dan jouw liefde voor Dordrecht. Echt. Dus wij moeten God niet op onze plannen krijgen, maar wij moeten komen in Gods plannen. Wat zijn Gods plannen voor deze kerk? Wat zijn Gods plannen voor, voor deze stad? Wat is Gods plan voor ons land? Dat moet tot ons doordringen. En als we dat niet weten, dan kunnen we de goede gebeden niet binnen. Dan weten we ook niet waar we onze levens aan mogen geven. Dus Nehemia doet het ons voor. Hij, hij kent Gods Woord. Hij, hij weet Gods belofte. En kan zich dus een voorstelling maken over dat wat er kan gebeuren. En een voorstellingsvermogen over dat wat kan gebeuren, dat maakt je tot een leider. Dus niet de mensen die vragen als ze de dingen zien waarom, maar de mensen die de dingen zien zoals ze zouden kunnen zijn en vragen waarom niet. En, en dat gebeurt in de handen van God bij Nehemia. En dan gaat Nehemia verder en hij bidt dan. En dan gaat hij, dan hij kent die geboden en de beloften... en hij weet van ja, daar speel ik een rol in. En dan zegt hij, ik beleid de zonde... die wij, de tegenover u hebben. Begaan, ook ik en mijn familie. Maar dan blijft hij niet stilstaan, dan gaat hij verder. Hij zegt nog meer namelijk. De Israëlieten zijn uw dienaren... Zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote hand, macht bevrijd en uw sterke hand. Dus hij zegt twee dingen. Hij beleidt zijn schuld en hij pleit op zijn relatie met Jezus. En dat is, een, dat is een prachtige balans. Schuld beleiden, gewoon erkennen van Heer wat u gezegd heeft, daar, daar kom ik niet bij. Dat is niet wat, 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 wat ik zie in mijn leven. Schuldbeleiden naar elkaar toe, dat maakt ruimte voor een echte verbinding. Je hoeft namelijk niet te blijven leven met die schuld. Maar het is wel goed om dat wat fout is, dat wat niet oké okay is, om dat te duiden, om dat, die, dat beeld te geven, zodat het geen onderdeel wordt van je nieuwe plan. Maar dat het apart gezet kan worden en er buiten gezet kan worden. En dat wil God, dat je ziet wat, wat, wat als ware een onderdeel is van jouw gouden kooi. Om te zeggen van Heer, daar zit ik vast. En daar ben ik niet bereid geweest tot keuzes. En ik beleid dat ik beleid mijn schuld hierover. En Nehemia die, die zegt niet vanuit die diepe gebrokenheid, zegt hij niet... ...ha, ah, waarom is er nou niet iemand daar in Israël die opstaat? Dus dat had goed gekund. Hij had kunnen praten over waarom het nog steeds zo'n zootje is daar in Israël. Zichzelf uit buiten plaatsen. Hij had ook kunnen zeggen, Heere God, waarom, waarom laat u het zo lang gaan? Waar, waar bent u nou? Dat doet hij niet. Hij, hij ziet die woorden en die belofte van God en hij plaatst zichzelf daartussen en hij zegt: Heer, ik kom tekort. Ik kom tekort. Maar dat maakt hem niet ongeschikt, want hij gaat verder, maar ik ben een onderdeel van uw volk. Dat vind ik zo fantastisch. De schuldbeleiden, dat is juist een onderdeel van het, onderdeel van het zijn bij God. Van het je zegt van Heer, ik, ik voldoen niet, maar ik ben wel van u en u bent van mij. Dus hij gaat gewoon verder. Hij zegt, u bent mijn God, u bent de God van Joza, u bent de God van Dordrecht. En daar gaan we gewoon mee verder. U gaat verder en, en daar voeg ik mij toe en dan, dan komen we bij het einde van dat gebed. En dan zegt hij, hij had natuurlijk in het begin gezegd, weer die prachtige balans. Heren, u bent de God van de hemel, de machtige en onzagwekkende God, die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. En het eind zegt hij, laat mij het toch slagen en laat de koning mij wel gezind zijn. Dus zijn geloof in de almacht van God, dat schakelt dan niet uit. Maar hij zegt: en ik ben beschikbaar. Nehemia wordt geconfronteerd met de verscheurdheid in zijn wereld, en hij, hij, hij beweegt zich in de, in de nabijheid van God naar, van, van zijn why naar why not. Deze God die kan het opnieuw doen. En dan gaat hij nog een stap verder, en dan, dan zegt hij: why not me? Wa waarom niet ik? En ik denk dat, dat Joshua zit te wachten op, op de, de mensen, niet die blijven klagen, maar wel de mensen die een probleemstelling durven duidelijk maken. Niet de mensen die blijven mopperen omdat het niet zo is, maar wel durven zeggen, het is niet oké okay wat, wat we met elkaar hebben gedaan. Die het niet plaatsen bij de leiding van de gemeente of bij een bepaalde groep uit de gemeente, maar zeggen, ik ben daar een onderdeel van. Heer, want u roept mij, u heeft beloofd en u heeft, heeft mij in dienst genomen, maar ik ben daar een onderdeel van. Maar die ook doorgaan. Ik weet niet waar jij door geraakt bent. Wat misschien dat verscheurde hart in jou is. God die wil bouwen aan een verscheurde wereld en dat doet hij door gescheurde harten. Er komt een moment dan wordt je hart gescheurd. Dat kan zijn voor je buren, heel dichtbij. Het bestaat niet alleen maar dat die mensen scheurt om op een podium te zetten, helemaal niet. Hij zet mensen op een podium om de verscheurde mensen te leiden en, en, en te empoweren en met elkaar te zoeken naar Gods wil. Maar het echte werk dat gebeurt in jouw huisgezin. Omdat je hart scheurt voor je kind, je man, je vrouw. Het echte werk gebeurt daar waar je leeft in je straat. Omdat je zegt, Heer, hoe is het eigenlijk in mijn straat? En dat je dan het niet wegmoffelt, het niet, niet verbloemt, maar dat je zegt: Het is slecht in mijn straat, want het merendeel kent Jezus niet. Het is slecht in mijn straat, om, omdat, omdat er zoveel gezinssituaties op spanning staan. En vanuit, dan, dan kun je een beetje een why hebben. Je kunt je ervan losmaken. Je kunt je terugtrekken in je eigen bubbel, in je eigen gouden kooi en doorgaan met het succesvolle waar je mee bezig bent. Je kunt ook, als het ware, die why binnen laten komen en je knieën knielen. Dat is heel mooi wat Max Lucado zei. Je knieën kunnen gaan knikken bij wat je ziet. Maar zodra je knieën knie knielen... kunnen ze niet meer knikken. Zodra je knielen... knieën knielen... kunnen ze niet meer knikken. Heb jij je knieën al gebogen... voor daar waar je over overwondert? Zo niet, moet je er maar niet meer over praten. Moet je er niet meer over mopperen. Maar ga met je waai... naar God toe... Beleid hem als de Almachtige over die situatie. Zeg dat Hij, de God van de hemel en ook van Dordrecht en ook van jouw straat en van jouw gezin is. Zoek zijn beloften en zijn geboden, wat zegt hij over gezin? Zoek dat op. Beleid je schuld. Wat is wat jij daarin hebt nagelaten of gedaan of wat niet moest. Maar klamp je ook vast aan die belofte van God dat jij erbij hoort. Je schuld maakt niet dat je er niet meer bij hoort. Je schuld maakt dat je vrij en los weer verder kan. En wees dan beschikbaar. Met Henry, die zei: als wij bidden, als wij God bidden. En wij zijn niet beschikbaar voor de verhoring van het gebed, dan spotten we met God. Ik heb vanmorgen een hele hoop dingen gezegd over gebed. En ik hoop heel erg dat waar je ook zit, en die gouden kooi waar je misschien in zit, je vriendengroep, je studie. Je werk, de omgeving waarin je zit, dat is geen verloren tijd. Als je daar toch God leert kennen, zijn belofte tot je neemt. En hem blijft vragen, hoe is het eigenlijk? Hoe is het? En als je dan het moment dat God het stof van je hart afblaast. Als het moment komt dat jouw ware DNA en het Koninkrijk in jou loskomt. Ja, dat je dan niet terugschrikt. Maar dat je zegt, Heer, hier ben ik. Lord, will you do it again? Bad Billy Graham op 21-jarige leeftijd. Lieve jongelui, je hoeft niet oud te zijn om klaar te zijn. Om je klaar te maken om een onderdeel te zijn wat God wil gaan doen. Het zijn nu de keuzes die je nu maakt, de gebeden die je nu bidt, die de koers van je leven bepalen. Zorg ervoor dat je de gebeden bidt die Jezus zou bidden op jouw leeftijd, in jouw situatie, met jouw toekomst. Zoek ernaar. Vragen naar. Heb het erover met je jeugdleiders of, of met anderen. Zodat God je kan gebruiken om het again te doen. Zijn verlangen om het opnieuw te doen in Dordrecht is zoveel groter dan dat, dat van ons. Lord, will you do it again? Will you do it again, Lord? And will you do it again? With me. Amen.